Zo, een hele, hele goede zondagmorgen deze morgen. Ja, lieve YouTube-kijkers. Het is weer een zondagmorgen. En ik ben lekker bezig met gymmen. Ondanks dat ik een wat beroerde nachten heb gehad. Ja, we hebben een paar honden thuis en eentje van die was een beetje vervelend. Die heeft ons 3 keer in de nacht wakker geblaft omdat hij naar buiten moest. Dus ja, dan heb je een gebroken nacht. Eigenlijk een beetje op het moment dat je kleine kinderen hebt, dan heb je ook ongeveer zoiets. Maar dit was dus door een hond, ja, ik kon niks te doen. Maar nogmaals, ondanks dat heb ik toch best wel een lekkere sportochtend gehad. Ik ben dus niet naar het bos geweest. Want ja, zoals vorige week gezegd met de kuit, ik wil het eventjes weer aanzien. De komende weken, hoe dat zich dat gaat verhouden. En dan wil ik over een week of twee of zo weer een keer gaan beginnen. Weer gaan proberen. En ja, daar is het. Daar is het. Gewoon even rustig aan doen. En dan komt het, als het goed is, weer goed. Dus ja, het zij zo. Het is niet anders. Maar goed, vandaag, duur prachtig weer. Afgelopen weekend hebben we ook nog het Blonde Festival gehad in Graven. Ik ben overigens niet geweest, maar als ik dan beelden zie via Facebook of Insta of wat dan ook, was toch wel weer geweldig zo te zien. Druk, het was druk. We hebben natuurlijk mazzel gehad met het weer. Vrijdagavond zag het er eigenlijk nog uit dat het waarschijnlijk niet door zou gaan in verband met het weer en met regen voorspeld. Nou, de regen die viel 's middags, kort voor de middag of kort voor de avond. En daarna hield het op en het werd alleen maar mooi. En toen hebben ze toch besloten om een x aantal ballonnen, volgens mij een goede 35 stuks, de lucht in te laten gaan. Ja, dus ja, het schijnt mooi te zijn geweest. Nogmaals, ik ben er niet zelf geweest. Maar als ik dat dan zie, de impressiebeelden die dan via Facebook, via Insta rondgaan. Wauw. Wauw. Dat is erg netjes. Dus nou ja, en van de week is het ook weer mooi weer. Dus kunnen we met de motor richting het werk. Vorige week natuurlijk weer. Over motor gesproken trouwens, ik ben bezig met het maken van die vlog van vorige week, van die rit. Ja, kostte wederom iets meer tijd dan verwacht. Maar goed, dat komt wel goed. Ik hoop hem deze week klaar te krijgen en dan zien we weer wat gaat worden. Dus, en voor de rest, ja, voor de rest. Ik merk, de oplettende kijker ziet dat ik een nieuw shirt heb. Gisteren gekocht. Nieuw sportshirt. En ja, voor de rest. Wat had ik nog meer? Ja, ik had nog meer. Ja, dit is iets minder leuk voor mezelf. Maar en het loopt ook al een klein beetje weer als een klein dun rood draadje door mijn vlogs heen. Ja, ik ben weer aangekomen. Ik had die stelling van ik wil niet meer boven de 100 kilo uitkomen. Ja, daar moet hard aan gewerkt worden nu. Er moet hard aan gewerkt worden. Ik zit boven de 100 kilo. En daar wil ik vanaf. En natuurlijk valt of staat het met hetgeen wat je naar binnen duwt. Wat je eet. Wat je eventueel snoept en doet. Maar ja, er is natuurlijk ook een stukje met werk heeft ook te maken. Ik heb natuurlijk ander werk gekregen. Of niet gekregen, dat krijg je niet werk, krijg je niet zomaar. En dat is veel minder intensief. En daardoor is jouw verbrandingslevel is de hele dag door een stuk lager. En als je dan ja, ik vind dat de hoeveelheid die ik eet nog niet zo bijzonder veel is. Maar blijkbaar, ja, slaat mijn lichaam het toch op. En zet het om te veel in vet. En waarom? Dat weet ik niet. Of dat het nog een mechanische
stukje van je lichaam is die weet dat ik normaal gesproken een bepaalde inspanningslevel heb vanwege het oude werk. Dat je lichaam dan extra aanmaakt om te voldoen in jouw behoefte, in jouw energiebehoefte. En dat nu minder is, dat je lichaam dan nog steeds aan moet wennen, dat je een verlaagd energiebehoefte hebt. Maar nog steeds denkt van, oh, ik moet nu opslaan. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Echter, we zijn nu bijna een half jaar verder. Of we zijn eigenlijk een half jaar verder. Dan zou je toch zeggen of denken dat dat dus niet meer zo is. Dat je lichaam niet meer zo denkt. Van, ik zal maar eens wat meer energie opslaan. Want er wordt een energiebehoefte gevraagd. Of die zou wel eens kunnen komen. Ik snap het dan even niet. Maar goed, dat zijn dingetjes die ik... waarmee ik wel een klein beetje mee loop te handen, zeg maar. En dat. Maar goed, ik ben ermee bezig. En ik probeer er ook mee bezig te zijn. Maar ik wil er ook geen... geen heikel punt van gaan maken om dan zeg maar echt alles achterwege te laten. Ik bedoel, je mag ook een beetje leven, dus af en toe wel een keer een drankje kunnen nemen, een bakeltje of zo of een biertje, dat moet kunnen natuurlijk, niet de hele week door, want dan is het dus niet goed, maar ik moet echt opletten en misschien moet ik dan inderdaad toch wel wat strenger zijn voor mezelf om in ieder geval door de week het een beetje af te laten om misschien wat extra's te nemen. Maar voor mijn gevoel is dat niet zo. Heb ik dan niet echt dat ik extreem veel snoep of iets dergelijks. Maar blijkbaar is het wel zo. ik weet het niet. Ik kan er echt geen echte goede verklaring voor geven voor mezelf. Dus... Maar goed, daar ga ik aan proberen te werken. En ik hoop dat dat gaat lukken, want ik vind dit nou wel een beetje echt... Het is een beetje uit de hand gelopen. Dus, maar goed. Zoals jullie zien, ik ben er weer thuis. Oud staat er weer stil. Dus het einde verhaal. Ik ga nu stoppen. Ik zie jullie de volgende week weer. Nogmaals, ik probeer deze week die motorvlog in elkaar te knutselen. Zodat ik die dan volgend weekend erop kan knallen. Nogmaals, we zien het wel. Ik zeg even een blauw duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Ik zou zeggen de groeten. En de welbekende, korte. Ciao!